Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug met een nieuwe adventkalender unboxing. Die ik echt heel veel unbox hier op mijn kanaal. Er staan er al een heleboel online. En vandaag heb ik weer een leuke betaalbare van W7. Ze hebben er twee volgens mij dit jaar. En ik heb er eentje ontvangen in PR. En daar ben ik heel blij mee. Want dan kan ik hem weer hier samen met jullie unboxen. En dan kunnen we zien of het het lage bedrag waard is. En of het gewoon iets goeds is. En of er goede make-up in zit, et cetera. Het is dus W7. Dus het gaat waarschijnlijk alleen maar make-up zijn, obviously. En dat maakt mij als make-up liefhebber super, super enthousiast. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Ik kwam gewoon even net gewoon random tot besef. Ik doe al 4 jaar video's maken. En ik besefte me gewoon even dat ik al gewoon 4 jaar lang gewoon met niks praat. Gewoon, ik praat, maar er is gewoon geen mens hier. Oké, dit is hem dan, de W7 Beauty Blast Reloaded Advent Kalender. En hij kost 22 euro. En die andere kalender van hun kostte ook 22 euro. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb hem afgelopen jaar ook unboxed. En volgens mij was hij gewoon best wel oké. Het is niet heel duur allemaal. En dat is top. Ik zal ook eventjes snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik dacht, het is een W7 video. Dus laat me ook een van hun lipsticks opdoen. In de kleur Heartache. Deze lipsticks van hun zijn echt zo fijn. Ik heb ze echt allemaal. De hele collectie. Super fijne creamy lipsticks. Deze raad ik echt zeker aan. Is ook een dupe van de Huda Beauty matte liquid lipsticks. Niet liquid lipsticks, maar normale lipsticks. Oké, nou laten we gewoon beginnen. Als je dus niet wilt weten wat hierin zit, bekijk dan deze video niet. Of scroll gewoon door naar het einde waarin ik gewoon vertel wat ik ervan vind. Wat houdt een adventkalender in? Er zitten hier 24 vakjes. En dan vanaf 1 december moet je elke dag 1 vakje openen. Tot en met aan kerst. En dan heb je gewoon elke dag een cadeautje voor jezelf. En het is ook gewoon heel leuk om zo'n kalender weg te geven aan iemand anders en er iemand anders blij mee te maken. Maar obviously, je kunt het ook gewoon in één keer openen zoals ik vandaag ga doen. Hier achterop staat wat er allemaal in zit. Ik heb expres niet gecheckt. Ik wil het niet weten. Ik wil echt gewoon worden verrast. Dus laten we het gewoon doen. Dit is gewoon de verpakking. Je hoeft er niks aan af te halen, weg te halen, uit te doen. Dit is het gewoon en we kunnen gewoon gelijk ingaan. Hier is één heel klein, heel smal. Ik moet zeggen, ik heb al wat producten van hun. Dus alles wat ik niet wil of al heb of gewoon niet gebruik, dat gaat naar iemand anders. Oké, hij gaat echt moeilijk open. Ik zie ook niks. Er zit niks hier. Ik denk dat er iets niet goed gaat. Ik denk dat het misschien is weggerold of zo. Ik ga stuk. Dit heb je wel altijd met de meer goedkope kalenders. Dit soort shit gebeurt dan af en toe. Maar ik denk dat die is weggerold of zo. I don't know. Nou ja, ik denk dat ik hem wel gewoon straks ga vinden nog. Ik ga gewoon verder met nummer 2. Die is hier. Alles is best wel klein. Oh jongens, hij gaat echt moeilijk open. Oké, hier zit wel iets in. Ik denk dat ik gewoon eventjes een schaar erbij pak, want anders verpest ik mijn hele acryl. Oké, dit is dan wat erin zat. Geen idee wat dit is. Oh, een mini lipstickje. Dit is wel echt heel cute. Ik ga stuk. Dit zou ook goed matchen met wat ik vandaag hier draag. Oké, we hebben dus een lipstick in de kleur Abu Dance of zoiets. Oké, nou dan hebben we hier nummer 3. Dit is een klein vierkantje. Oké, die gaat iets makkelijker open. De Honolulu bronzer. Dat is een dupe van de Benefit Hoola bronzer. Oh, jongens, echt niks kan hier gewoon normaal uitgaan. Wat een zeik. Oké, dit is hem dan wel een mini versie. Kijk, dit is een kleine bronzer. Ik moet zeggen, ik heb hem al ooit getest. En ik vind hem persoonlijk niet zo fijn. Maar misschien dat iemand anders het wel fijn vindt. Dan hebben we hier een nummer 4. Heel lang en heel smal. Deze gaat waarschijnlijk ook echt weer niet normaal open. Nee, zie je, ik wist het. We hebben een roze potloodje. Lippotloodje roze. Deze kleur is wel echt heel mooi. Even zwartje. Ja, het is gewoon zo fel roze of zo. Oké, dat vind ik wel mooi. Had ook goed gematcht vandaag met deze lipstick. Oké, dan hebben we hier nummer 5. Oeh, een liquid highlighter. Ja, ik ben daar niet zo een fan van, maar heel veel anderen wel. Dus dit is gewoon een hele mooie licht roze liquid highlighter. Dan gaan we verder. Dit was 5. Waar is 6? Ik vergeet altijd waar ik ben. Hier is nummer 6. Even kijken. Die is ook een beetje lang en smal. Oh my goodness. Hier zit ook gewoon niks in. Dit kan echt niet hoor. Oh my goodness. Ik vind wel, ja, ik snap dat het een betaalbare kalender is. Maar dat was die van de Action ook. En de Action was ook gewoon goed. Dus ze hadden echt wel wat meer effort kunnen doen in deze verpakking. Maar ja, 6 is dus weg. Dus we gaan gewoon verder met nummer 7. Ook zo lang en dun. Ik denk ook iets van een potloodje of zo.
Oké, na een uur trekken is het eruit. Het is dus ook weer een lippotloodje volgens mij. Ja, deze kleur is mooi. Ik denk dat die ook goed zou matchen met de lipstick die we ook hebben gehad net. Kijk. Dit is echt een goede match. I like it. Dan gaan we naar de andere kant. Nummer 8. Die is hier ook weer lang en smal. Ik ga het niet eens meer proberen met mijn handen open te maken. Ik ga gewoon gelijk in met mijn schaar. Want het is echt een gezeik. Vooral als ze zo lang zijn en smal. Dan wilt er echt gewoon bijna niet uit. Weer een potloodje. Een zwarte. Een zwarte oogpotloodje. Altijd handig om te hebben. En hij is ook gewoon echt full size. Nummer 9 is hier beneden. Die is echt super klein. Misschien weer iets van een lipstickje of zo. Oh, een mini lipglossje. Kijk hoe klein en cute dit is. Ik ga stuk. Kijk even dit, hoe klein en schattig. Ik ga stuk. Next up is nummer 10. Die is iets groter. Misschien gaat die wel gewoon normaal open. Ja. Oh, weer een liquid highlighter. Maar nou in een andere kleur. Deze is iets meer goud of zo, denk ik. En die andere was meer roze. Kijk, dan heb je ze in twee kleuren. Hangt er vanaf wat voor huidskleur jij hebt. Welke goed gaat matchen. Hier is nummer 11. Deze is rond. En ik gok op losse poeder. Maar hoe moet die open dan? Deze heeft helemaal geen opening ding of zo. Ik snap echt geen rol van heel deze kalender. Oh nee, dit is geen losse poeder. Dit is een High Shine losse oogschaduw. Kijk, de kleur is echt prachtig. Zo heel mooi bronzy. I like it. Dan hebben we hier nummer 12. Ook weer zo super duper klein. Ik denk dan gewoon weer iets voor de lippen. Ja, ik zie het al. Het is een glosje. Kijk, weer zo'n heel klein glosje. Maar nou in een andere kleur. En dan hebben we nou twee kleuren. Kijk, dit zijn dan de twee kleuren die we nou hebben van de mini glosjes. Ik weet niet meer welk getal dit was. Oh, waarom ben ik dat in de war? Oh, dit was 12. Nou gaan we naar 13. Hier is nummer 13. Die is ook weer zo rond. Misschien weer een andere kleur losse oogschaduw. Ja, dat denk ik wel. Ik zie al zo die zwarte dop. Ja, kijk, weer zo'n mooie lichtroze losse oogschaduw. Dit zijn dan de twee kleuren die we nou hebben. Een beetje een bronzy kleur en een lichtroze kleur. Oké, we gaan verder met nummer 14. Deze is wel een beetje groot en breed, maar gaat alsnog niet heel goed open. Oeh, een mascara. Jee, dat vind ik altijd wel leuk. Wel een mini versie, maar goed. Kijk, en dit is ook weer een dupe van de Benefit mascara. W7 heeft echt superveel dupes. En deze maakt heel erg lang. We gaan verder met nummer 15. Die is hier. Die kan ik wel misschien denk ik met mijn hand openen, ja. Oeh, weer zo'n lipstick. Ik hou echt altijd van lipsticks. Ik ben echt een lipstick fanaat. Ik hou ervan. En dit is in de kleur Pose. Oh, fel oranje. Dat is een aparte kleur. Dit is niet echt een kleur die ik zou opdoen, want het maakt je gebit ook zo geel. Dan gaan we verder naar een heel groot vakje, nummer 16. Ik vind het altijd leuk als ze groot zijn. Ik zie hier weer alleen niet echt iets om het open te maken. Dus ik ga hem gewoon kapot maken. I don't care. Een crunchy. Kijk, hij is zo zwart met van die glittertjes erop. Dit is wel mooi voor met kerst. We gaan verder met nummer 17. Die is heel groot en rond. En ik denk dat dan dit misschien een poeder is. Oh nee. Ik zie iets roze. Een blush. Candy blush. Ik hou ook echt van blush. Oeh, ook echt heel mooi zo roze. Ik hou van een roze blush. Dat heb ik nou ook op. Heel mooi mat roze. Roze. I love it. Next up is nummer 18. Weer zo lang en smal. Ik denk dat ik het gewoon helemaal zo kapot ga maken. I don't care. Ain't nobody got time hiervoor. Ain't nobody got time for that. Het is weer een potloodje. Een lippotloodje in het bruin. Deze kleur is ook heel mooi. Matcht mooi met mijn soort huidskleur. I like it. Next up is nummer 19. Die zit hier. Die is zo vierkantachtig. Ik zie ook weer niet precies hoe ik die moet openen. Maar het zal wel. Oh, nou is heel dit mee overgegaan. Een klepje. Een strikje. Je kunt het zo kleppen in je haar en dan heb je zo'n strikje. Dit is cute! Het matcht ook gewoon echt goed met mijn blouseje. Oké, dan is hier nummer 20. Deze is een beetje kleinachtig. Oh, nog een liquid highlighter. Maar nou in een hele mooie bronzy kleur. Kijk. Dus dan heb je nou echt letterlijk voor elke huidskleur heb je wel een kleur. Dat is wel fijn. Hier is nummer 21. Ik denk ook weer iets van een lipstick. Ja, we hebben een lipstick in de kleur Sleek. Hele mooie nude kleur. Kijk dit. Wauw. Nou, we zijn bijna klaar. Nu ga ik naar 22, die ik nou echt niet meer kan vinden. Aangezien ik alles kapot heb gemaakt. Oh, hier. Hier is nummer 22. Ik maak het gewoon ook weer helemaal kapot. Nog een lipstick. In de kleur Legacy. Heel mooi roze. Deze matcht denk ik ook mooi met het roze lippotloodje. Ik weet niet of ze dat expres hebben gedaan, maar het matcht wel. Oké, dan nou nummer 23. Ook weer zo klein en rond. Ik hoop dan nou wel eindelijk een poeder. Ja, yeah, Banana Dreams poeder.
Hij is gevallen. Oké, dit was dan de poeder, maar hij is helemaal gevallen hierin. Maar dat komt echt door mij. Oh my goodness. Let dus goed op dat je de poeder niet laat vallen. Dan de laatste, nummer 24. Ik ben al bang dat die poeder op mij gaat vallen. Hydro Glow Crème. Een gezichtscrème die je gezicht weer laat stralen. Oké, nou is dus alles open. Maar nou ga ik eventjes op zoek naar die andere twee die ik dus niet konden vinden in het begin. Ik maak hem gewoon echt helemaal zo open. Een van die twee was een hele mooie roze pincet. Nummer 1 was dus ook zo'n kleine gloss. Nou, en dan hebben we nou alles. Deze hele kalender is er helemaal klaar mee. Oké, mensen, dit was het dan. Dit was dan de W7 Adventkalender. Wat vonden we ervan? Ik vind de verpakking van de kalender echt ronduit belachelijk. Het is echt, echt super slechte kwaliteit. Ik word er echt moe van als iets niet gewoon makkelijk open gaat. En dat vind ik wel echt jammer. Dat had echt wel wat beter gekund. Qua inhoud was het wel gewoon echt ongeveer wat ik verwachtte. Gewoon allemaal make-up. Het zijn wel allemaal hele verschillende producten. En gewoon precies wat ik had verwacht voor 21 euro of 22 euro. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Laat het mij weten beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!